Hoi hoi, met Angela van Angela's Creaties. Ik heb weer een unboxing video voor jullie. Het is natuurlijk hartstikke zomer en Scrap Boys, ja, die komt natuurlijk, is laatst met heel veel mooie lijnen uitgekomen. En deze is er één van, Old Marina. Nou, ik heb niet de grote paperpad van 30x30, maar ik ga gewoon even met jullie doornemen wat ik wel heb. Ik heb deze van 20,3 bij 20,3, zoals het officieel is, is dus 8 bij 8 inch, noemen ze het ook wel. En daar staat bij 2 extra sheets on the back en de cover. Dus op de voor- en de achterkant staat wat extra's. Nou, ik ga het gewoon eventjes met jullie doornemen. Oh, kijk dan. Oh, die kleuren ook, hè. Oh, geweldig. Oh. Mooi zo, die bruin en de blauw. Oh. Even kijken of het goed in beeld is, hoor. Ja. Kijk dan. Mooi, hè? Echt zomers. Beetje nautic. Kijk dan. Hoor het zeepaardje. Oh. Dan heb je, dat is ook nog weer een pop-up paperpad, zoals dat noemen. Dat is wel allemaal elementjes. Kijk, oh, dat lijstje. Oh. En dit is allemaal, hè, voor te knippen. Dit moet je allemaal zelf knippen. Maar ik zie het al. Het is allemaal wel. Oh, wacht even. Het is niet. Het staat niet bij dat je een. Het is ook niet helemaal. Oh, ik zet even mijn leesbril op. Ik zeg al. Ja, je moet het wel knippen, maar er zit een kniplijn bij. Een lijn wat je kan knippen. Dus dat is wel heel erg makkelijk als je moet knippen. Oh, kijk dan. Het is dubbelzijdig. Je hebt allebei de kanten, heb je het. Dus dat is ideaal. Dus geen keuzestress, om het even zo te zeggen. Ja, geweldig, hè? Oh. En dan deze is ook nog weer een, maar dan een kleinere versie van 15 bij 15, dus 6 bij 6 inch. Dus dat is hetzelfde als de 20 bij 20 die ik net liet zien, alleen deze is dan weer net iets kleiner. Kijk dan, oh gaaf. En dan heb je nog deze losse elementjes. Dat zijn 42 die cuts. Ik zal ze even een paar eruit laten, om het een beetje te laten zien aan jullie. Een mooie, die echt die zeeman, hè? Ach, de captain. Er zit ook wat teksten bij. I love you. En want even kijken, volgens mij is het een polsmerk. Ja, want Scrapboy is natuurlijk een polsmerk, dus het enige, ik ga ervan uit, dit is dan de Engelse kant. En ik verwacht dan dat dit bijna wekelijks, denk ik wel zeker, dat dit de Poolse tekst is. Het is toch leuk, of niet? Oh, die kleurtjes, hè. Met zo'n ouderwetse typemachine typewriter. Oh, geweldig, hè. Oh. Nou ja. I'm loving it, kan ik jullie vertellen. Ik zou zeggen, ben je nog geen lid van mijn YouTube-kanaal? Klik dan even ook even, word lid. En klik dan ook eventjes op de notificatiebel. Want zodra er een nieuwe tutorial online komt, krijg je daar een melding van. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!